Dames en heren, hartelijk welkom. Fijn dat u allemaal kijkt hier vanuit de machtige Sint-Bavo-kathedraal in Haarlem met dit prachtige Vierklaviers Arama orgel. Vanavond een Frans programma. Alleen maar componisten op het programma die in Parijs gewoond en gewerkt hebben. En die allemaal ook nog eens organist waren op een Clavier-Coll orgel. En de kenners onder ons weten allemaal wat dat is. Dat is een symfonisch orgeltype, gebouwd door de Franse orgelbouwer Aristide Clavier-Coll. Ontwikkeld ook. Een heleboel componisten werkten samen met deze orgelbouwer en kwamen tot een nieuw symfonisch orgeltype, zou je kunnen zeggen. En hier in Haarlem klinkt die muziek fantastisch. Een on-Nederlands orgel had ik al van de week ergens gezegd. Dat is het ook echt. Het is natuurlijk kolossaal, enorm groot. Meer dan 80 stemmen. Daar zijn er maar een stuk of 3 van in Nederland. Katwijk. Nou, dat orgel is op het ogenblik eventjes uit de roulatie. We zijn daar wat aan het groot onderhoud aan het plegen, zullen we maar zeggen. De Laurenskerk natuurlijk. En dan deze. Ik heb me laten vertellen dat dit ook nog eens een keer de grootste kathedraal van Nederland is. Dat was voorheen de kathedraal van Den Bosch, maar dat is sinds, en ik citeer eventjes de dorpelwachter, sinds dat ze hier een paar plays hebben bijgebouwd, is dit de grootste kathedraal van Nederland. Een on-Nederlands orgel. Je kunt zelf registreren, je kunt eigenlijk alles zelf doen. Je kan 20.000 combinaties in programmeren. Je hoeft alleen nog maar zelf te spelen eigenlijk. Dus ideaal. Wij voelen ons hier ontzettend thuis. Als eerste vanavond de eerste sonate van Alexandre Guilmant. Guilmant was organist van de Trinité, zoals gezegd dus ook een Clavier-Coll-orgel. En hij schreef in totaal 8 orgelsonates. En ik speel daar de eerste van, dat is ook denk ik gelijk de meest populaire, de bekendste. En de eerste sonate heeft 3 delen. Eerst een introduction en allegro. Het allegro dat begint eigenlijk op het moment dat de pedaalsolo aanvangt. Dan een prachtige pastorale. Niet doorvertellen, maar vroeger vond ik dat een beetje een saai stuk. En begin van dit jaar ben ik met Gerben van der Plaat, die overigens ook vandaag de regie en de audio en de video verzorgt. Maar ben ik met Gerben van der Plaat naar New York geweest. En als je daar Franse muziek speelt, dan beginnen ze gelijk met allerlei tremolanten open te zetten. En nou ben ik echt niet vies van een tremolant. En ik heb gemerkt dat dat bij deze pastorale ook ontzettend goed werkt. Gewoon net eventjes die registraties niet helemaal per se Frans willen doen, maar gewoon Amerikaans, super subkoppels, tremolanten, zwouwkasten en gaan. Het derde deel van de sonate is het Allegro assai. Dat kent u denk ik allemaal wel. Een bijzonder feestelijk toccata deel, geschreven in ABA vorm, zoals ze dat noemen. Eerst het toccata motief, dan een tegenmelodie, in dit geval een soort van koraal. U zult daar heel klein beetje ook de beginnoten van Psalm 73 in kunnen herkennen overigens. A, en dan dat koraal, en dan komt A eigenlijk weer terug. Langzamerhand komt die toccata dan, die bouwt zich weer op, en dan nog één keer het B-thema, het koraalthema, maar dan met het volle orgel. En om af te sluiten met de toccata nog even kort, maar dan in majeur. Geniet met mij mee. Sonate 1 van Felix Alexandre Guilmant. Heb een goede avond. Ik doe trouwens wel oordoppen in, want het is hierboven echt knetterhard. En ik hoop dat ik nog heel lang mee mag met deze oren. Dus vandaar dat ik zo nu en dan dopjes in doe.
En na dit heerlijke meesterwerk van Alexandre Guilmant gaan we naar een verstild werkje van Louis Vierne. Vierne was blind en componeerde desondanks ontzettend veel orgelwerken. 6 symfonieën, een aantal bundels met vrije werken, waar dit er eentje van is. 24 stukjes in vrije stijl. En het aantal 24 is in dit geval staat symbool voor de 24 toonsoorten. 12 majeur toonsoorten en 12 mineur toonsoorten. En deze berceuse is een wiegeliedje. En die droeg hij op aan zijn dochter Colette. Eigenlijk harmoniummuziek. Er staan wel wat aanwijzingen voor groot kathedraalorgel bij. Maar je bent ook vrij om dat zelf in te kleuren. En uiteraard neem ik die uitnodiging van harte aan. Geniet met mij mee van de berceuse, het slaapliedje van Louis Vierne. Thank you.
En dan gaan we naar César Frank, organist van de Sainte Clotilde. Frank schreef 12 grote orgelwerken en zijn laatste is daarvan het derde koraal. Hij wilde eigenlijk net als Bach koralen schrijven. Dat heeft hij gedaan, maar veel omvangrijker en in een totaal andere vorm, veel symfonischer uiteraard. Dit derde koraal is eigenlijk zijn zwanenzang, een heel virtuoos hoofdthema. Met ook een klein beetje knipoog naar diezelfde Bach. Net of die eventjes begint met die bekende prelude fuga in A-mol. Het eerste maatje. En daar gaat hij eigenlijk nog even 10 minuten op door. Dat snelle Bach-thema zou je kunnen zeggen, dat wordt afgewisseld met dat koraal waar het eigenlijk om gaat. En dat wisselt elkaar zo een aantal keren af en eindigt in een groots slot. Veel plezier met het derde koraal van César Franck.
En na dit heerlijke derde koraal gaan we door naar eenvoud. Charles-Marie Widor, organist van de Saint-Sulpice in Parijs, schreef 10 orgelsymfonieën. En zijn vierde symfonie is eigenlijk een hele eenvoudige, rustige symfonie. Geen spetterende toestanden, maar wel een heerlijk scherzo. Gewoon even lekker nergens aan denken. Gewoon lekker sprankelende nootjes en genieten maar. Luister naar het scherzo uit de vierde symfonie van Charles-Marie Widor.
Ja, dames en heren, zijn we inmiddels alweer aan het laatste programmapunt aangekomen. Een werk van Marcel Dupré, eveneens organist van de Saint-Sulpice in Parijs. Hij was opvolger van Charles Maribidor, waar net de scherzo van gespeeld is. Dupré schreef een driedelig werk waar hij eigenlijk een soort karakterschets van zijn vader componeerde. En ik speel daarvan het laatste deel. En je zou kunnen zeggen dat, als hij zijn vader zo neerzet, dan was dat wel een kerel met bravoure, zeg maar. En ja, het is niet helemaal alledaagse muziek, denk ik, voor u allemaal. Dus ik denk dat het goed is om een klein beetje dat mijn verhaal daarin in te leggen, zodat u met mij mee kunt gaan wat voor sferen wij allemaal voorbij komen. Het begint met een kanonschot, zou je kunnen zeggen. Die vader die komt daar marcherend aangelopen en iedereen gaat voor hem aan de kant. En kleine Marcel, die hoor je zeggen, dat is mijn vader, die grote sterke vent. Ook al was vader Dupré helemaal niet zo groot. Voor een kind is dat natuurlijk al gauw anders. Zelfs zo, als je aan mij zit, dan krijg je met mijn vader te maken. Dan zal hij jou eens even door elkaar rammelen. En dat hoor je ook bij die snelle noten op een gegeven moment op dat derde klavier. Dat wordt heel indringend, alsof je daar even door elkaar wordt gerammeld. Vanuit een kind gezien, zeg maar. Dat bouwt zich dan helemaal af. Dan krijgen we een verstilde sfeer. En even vanuit dat kind gezien zou je kunnen zeggen, nou, daar zit hij dan zondagmiddag gezellig bij pa op de bank. Beetje zo onderuit gezakt tegen die schouders, een beetje weg te dromen. Verstild eventjes. Mooie zingende melodie, begeleid door strijkers plus een quintet in 16 voet. Dan komt dat hoofdthema van die stoere vader weer terug. Dat wordt heftiger en heftiger. Dat bouwt zich dan ook weer op een gegeven moment een keer af. En dan gaan ze weer op die bank zitten samen, zou je kunnen zeggen. Maar dan een beetje, hé pap, wat zullen we doen, hè? Als ze mij nou een keer pakken, wat zullen we dan met ze doen? Zullen we ze dan door elkaar rammen? Een beetje slings wordt daar gediscussieerd tussen vader en zoon, zoals dat kan gebeuren. Dat speel ik overigens met de voix humaine, de vox humana van het récit, het derde klavier, tegen een 16-voets klank en in pedaal soms vierstemmige akkoorden. Het is niet te spelen. Je hoort er niks van dat het niet te spelen is, maar het is een hele mooie sfeer zo even halverwege dit stuk. En dan gaan we weer terug naar waar we begonnen. Eerst die virtuose passages die ik dan net eventjes met dat om elkaar rammel daaraan vastkoppel. En dan komt op een gegeven moment het hoofdthema van die stoere vader weer terug. En je zou haast denken dat hier zijn moeder er met de deegroller ook nog aan te pas komt, want het gaat hier wel van dik hout. Gelukkig eindigt het allemaal in majeur. Een paar grote C-groot akkoorden. En daarmee wil ik deze avond besluiten. En tot slot dank ik uiteraard Ton van Eck, organist van dit kathedraalorgel. De Willibrod Stichting, de kerk hier en Erik-Jan Erades, die mij zeer gastvrij onthaald heeft. De tongwerken stonden er fantastisch bij, de bazuin niet helemaal, maar dat lag niet aan hem. Dat lag eraan dat daar een paar pijpen eigenlijk niet goed te stemmen zijn. We hebben genoten. Ik hoop dat u er nog een Frans wijntje op drinkt straks. En ik wens u een fijne nachtrust. Maar eerst de finale uit de Evocation.